zou heel graag het wereldrecord willen halen op de marathon, want ik zat nu nog 45 seconden daarboven. Ik ben Elise, ik ben 21 jaar en als sport doe ik eenwieleren. Deze zomer zijn we naar het wereldkampioenschap gegaan in Zuid-Frankrijk en daar heb ik de marathon gewonnen, dus dat is 42 kilometer. Toen ik 10 was, had ik een eenwieler als cadeautje gekregen voor Sinterklaas. En toen wilde mijn buurmeisje, Lindsay, wilde het ook leren. En toen zijn we eigenlijk samen zijn we het meer gaan doen en toen vonden we een club in Almere en daar zijn we bij gegaan. En via die club zijn we bij het NK gekomen en hebben we veel meer mensen ontmoet die het ook doen. Toen we de eerste keer op het NK kwamen, toen deden we het nog heel slecht eigenlijk. Maar toen zagen we wel wat er allemaal mogelijk was. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk begonnen met trainen. Ik train nu ongeveer 6 keer per week. Ik doe vooral track, dus dat is op de atletiekbaan, en road, dus dat zijn de langere afstanden. Ik zou heel graag het wereldrecord willen halen op de marathon, want ik zat nu nog 45 seconden daarboven. Je kan geen prijzengeld winnen met deze sport, dus je kan er niet van leven ofzo. Ik wil er natuurlijk wel mee doorgaan, want ik vind het gewoon heel leuk. Maar uiteindelijk wil ik natuurlijk wel vooral met mijn studie verder. Ik ben net begonnen met mijn master actuariële wetenschappen. Ik heb op zich best wel veel tijd over naast mijn studie. En dan ja, eigenlijk bijna al mijn vrije tijd besteed ik dan gewoon aan het sporten, maar dat vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. Zelf vinden we het altijd minder leuk als de eenwieler geassocieerd wordt met circus. Soms als we op straat rijden, dan horen we opeens ook clown of zo en dat vinden we dan ook niet zo heel leuk, want wij zien het wel echt als sport. Voor mij betekent het best wel veel. Ik zou niet echt kunnen voorstellen hoe mijn leven zou zijn zonder het eenwieleren.